is keihard werken. We gaan natuurlijk ook een beetje in de overload. Die idee is altijd 100% fit, fris en met een goede kwaliteit Willem II in Tilburg te winnen. Dat is het idee. Zo. En die jongens doen alles. Zo. Team push-ups. Oké, kom op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Oké. 20 skip, skip X, 20. Kom. Er zijn ook leuke dingen op zijn trainingskamp. Je hebt even de club van 19, de sponsors die deze reis mogelijk maken, getraind. Wat heb je daar gezien? Ja, ik heb gezien, goede picking pass heb ik gezien, goede 1-1 situaties, offensief, defensief. Ik moet zeggen, Bart van Ingen die heeft die penalty goed ingeschoten, altijd in beweging. En dan moet ik zeggen, we hebben ja nog niet zo veel scorevermogen. Misschien kan Bart van Ingen ja, tegen Willem II spelen. Moet ik nog maar kijken. Maar hij moet morgen natuurlijk nog een beetje meer trainen. Dan even jouw reputatie. Hè? Mensen hebben een beeld van jou. Hè? Je bent een krankzinnige idioot genoemd op tv ooit. Hoe vind je dat nu allemaal, wat mensen van jou zeggen? Ja, kijk, ik werk in voetbal en dan ben je een open persoon. Dan ben je ja, altijd in televisie. En natuurlijk, als ze mij dan zien aan de zijlijn en zo, iedereen heeft zijn mening. Maar ik ga door. Mij interesseert het eigenlijk niet. Je bent gewoon gek. Ja, positief gek, negatief gek. Dat is dan...